Hoofdstuk 15 Relativiteit, paragraaf 4, gaat over de Lorentz-transformatie. In de vorige paragraaf heb ik een ruimtetijddiagram laten zien zoals deze. Er is een waarnemer die beweegt met een derde van de lichtsnelheid. En er is een lichtpuls die gezien vanuit de oorsprong in de positieve x-richting wordt uitgezonden. Volgens de galileï transformatie ziet de waarnemer in het groene stelsel de lichtpuls dus met een snelheid van twee derde van de lichtsnelheid van zich af bewegen. Maar dat kan niet, want volgens Einstein nemen alle waarnemers dezelfde lichtsnelheid c waar, ongeacht hun relatieve snelheid. Het probleem ontstaat doordat de twee waarnemers eenzelfde tijdcoördinaat hebben. Tijd verstrijkt voor hun even snel en dat betekent in het diagram dat de x-as gelijk is aan de x-accentas. Nou, deze video gaat over hoe we dit probleem kunnen oplossen. We moeten het tijddiagram aanpassen door de x-as de x-accentas te draaien en we moeten ook de Galilei-transformatie aanpassen. We kijken eerst naar het aangepaste ruimtetijddiagram en dan leg ik in een voorbeeldopgave uit wat het gevolg is voor gelijktijdigheid. Dan nog een voorbeeldopgave hoe je coördinaten kunt aflezen in nieuwe ruimtetijddiagrammen. En in plaats van de Galilei-transformatie hebben we een nieuwe transformatie nodig die de Lorentz-transformatie wordt genoemd. In voorbeeld op gave 3 leg ik uit hoe je die transformatie kunt gebruiken. En we kijken nog een keer naar lengtekrimp en hoe dat eruit ziet in een ruimtetijddiagram. Misschien heb je wel eens gehoord van de tweelingparadox. Die leg ik ook uit en de oplossing ervan. En tot slot een samenvatting. Om uit te leggen hoe we het ruimtetijddiagram moeten aanpassen, doen we eerst weer een gedachte-experiment. Stel je voor dat je in een kamer staat met een laserpen in je hand en een spiegel op een bepaalde afstand. Dit is de wereldlijn van de laserpen en dit is de wereldlijn van de spiegel. Je schijnt nu een lichtpuls op de spiegel. Die spiegelt en komt terug bij jou. Dit is de wereldlijn van de lichtpuls die spiegelt en terugkomt. Op welk moment spiegelt nu die lichtpuls? Dus op welk moment op jouw tijdas spiegelt de lichtpuls bij de spiegel? Dat moment van spiegelen kun je aangeven op de tijdas en daarvoor geldt dat de tijd. Uh, die de lichtpuls over de heenreis doet even lang is als de tijd die de lichtpuls over de terugreis doet dus het lijnstuk op de tijdas van vertrek tot aankomst moet je precies in twee delen dat heb ik hier gedaan en deze twee punten in het ruimtetijddiagram vinden dus gelijktijdig plaats de lijn die deze punten verbindt zijn punten van gelijktijdigheid en die lijn is parallel met de x-as en dat zijn dus momenten van gelijktijdigheid dat wisten we al uit de vorige paragraaf maar ik heb het nu nog een keer uitgelegd met behulp van het ruimtetijddiagram. Nou, wat gebeurt er nu als we de spiegel en de laserpen op de trein zetten? De trein, de laserpen en de spiegel bewegen met een derde van de lichtsnelheid. De groene wereldlijn is de wereldlijn van de laserpen en de blauwe wereldlijn van de spiegel. Omdat de lichtsnelheid altijd c is, ongeacht de snelheid van de waarnemer, loopt de wereldlijn van de lichtpuls gelijk aan die uh, in het eerdere voorbeeld. Vanuit het witte stelsel gezien zie je dat het langer duurt voordat de lichtpuls spiegelt. En dat komt natuurlijk omdat de spiegel naar rechts beweegt. Wanneer spiegelt de lichtpuls nu volgens de waarnemer in het groene stelsel? Gebruik weer dat voor het moment van spiegelen geldt dat de heenreis even lang duurt als de terugreis, maar nu gezien vanuit het groene stelsel. Dit heb ik gebruikt om deze twee punten te vinden. Rechts de gebeurtenis van het spiegelen en links een moment dat gelijktijdig is met het spiegelen volgens de waarnemer in het groene stelsel. De lijn die deze twee punten verbindt zijn punten van gelijktijdige gebeurtenissen. En dit kunnen we gebruiken om de x-accentas te vinden, want dat is een lijn met punten van gelijktijdigheid in het groene stelsel. De x-accentas moet dus parallel zijn aan deze witte lijn en beginnen vanuit de oorsprong. Samenvattend is dit dan het ruimtetijddiagram voor een waarnemer die beweegt met een derde van de lichtsnelheid. Wat valt nu op in dit diagram? De wereldlijn van de lichtpuls deelt de T-accent en de X-accentas in gelijke hoeken. In de wiskunde heet dat een bisectrice. Lijnen die parallel lopen met de T-accentas geven een gelijke positie aan, volgens de groene waarnemer. En lijnen die uh, parallel lopen met de X-accentas geven gelijktijdige momenten aan. Volgens de groene waarnemer. We hebben alleen nog een schaalverdeling nodig. Nou, in het witte stelsel geldt ook dat lijnen parallel met de x-as punten zijn van gelijktijdigheid. Dus als er een seconde voorbij gaat volgens de waarnemer in het witte stelsel, dan is dat vanwege tijdrek minder uh, tijd voorbij gegaan voor de waarnemer in het groene stelsel. Dus 1 seconde in het witte stelsel komt overeen met 1 gedeeld door gamma seconde in het groene stelsel. Ik heb hier een. Horizontale lijn getekend voor gelijktijdige momenten. Dus 1 seconde langs de witte as komt overeen met 0,94 seconde uh, langs de groene as. Nou, let op dat ik hier een andere notatie gebruik dan in de vorige video. Want ik heb het nu over gebeurtenissen die volgens het witte stelsel gelijktijdig zijn. En in de vorige video had ik het over hoe lang een bepaalde gebeurtenis duurt in twee verschillende stelsels. Dat is de lichtpuls die spiegelt. Op de klok in het witte stelsel spiegelt de. Spiegelt de lichtpuls eerder dan de lichtpuls die deze waarnemer voorbij ziet komen? We hebben daar dus niet over iets dat gelijktijdig plaatsvindt. Maar onthoud dat er volgens het witte stelsel minder tijd verstrijkt in het groene stelsel. Zo weet je altijd of je moet vermenigvuldigen of moet delen door gamma. Nou, lijnen die parallel zijn met de tijdas geven een gelijke positie weer. Dus een lichtseconde volgens de witte waarnemer komt overeen met een. Uh, kortere afstand in het bewegende stelsel. Dat is lengtekrimp. 1 lichtseconde komt dus overheen met 1 gedeeld door gamma. En 1 lichtseconde is dus gelijk aan 0,94 lichtseconde in het uh, groene stelsel. Als de waarnemer nu sneller beweegt, dus sneller dan die 1 derde van de lichtsnelheid, dan komen de t-accent en de x-accent als dichter en dichter naar de diagonale lijn te liggen. En ook de schaalverdeling verandert. Maar het principe blijft gelijk. Voorbeeld opgave 1 gaat over gelijktijdigheid. In het ruimtetijddiagram zijn a en b twee gebeurtenissen. Leg voor elke waarnemer uit of a en b tegelijkertijd plaatsvinden, of dat a voor of na b plaatsvindt. Teken lijnen van gelijktijdigheid voor het witte en het groene stelsel door punt B. Voor het witte stelsel zijn. A en B gelijktijdig, want ze liggen op één lijn parallel aan de x-as. Voor het groene stelsel gebeurt B eerst en daarna A, want punt A komt na het snijpunt van de witte lijn met de groene T-accentas. Dit is nu natuurlijk raar. Laat ik het nog een keer zeggen wat hier gebeurt. Je ziet bijvoorbeeld een trein voorbij komen waarin twee mensen tegelijk in hun handen klappen. Vanuit de trein gezien klappen de mensen helemaal niet gelijktijdig in hun handen. Dat komt doordat relativiteit invloed heeft op hoe we zowel ruimte als tijd waarnemen. Het is trouwens niet mogelijk dat jij bijvoorbeeld a voor b ziet gebeuren en een bewegende waarnemer b voor a. Denk er maar eens over na waarom dat maar goed is ook. Hoe lees je nu in zo'n ruimtetijddiagram coördinaten af? In het ruimtetijddiagram is a een gebeurtenis. Bepaal de ruimtetijdcoördinaten van a volgens het witte en het groene stelsel. Nou. Um, in het witte stelsel is het makkelijk af te lezen langs de witte assen. Vier hokjes naar rechts, vijf hokjes naar boven. Dus vier lichtseconden, dat is de positie, en vijf seconden, dat is de tijd. Voor het groene stelsel moeten we eerst een schaalverdeling bepalen. Gamma is weer 1,25. Zie paragraaf 3. En nu moeten we een schaalverdeling gaan noteren. 1 um, seconde langs de witte as komt dus overeen met één 1 gedeeld door 1,25. Is 0,8. Seconde langs de t accentas. En hetzelfde geldt voor de uh, positie, maar dan 1 lichtseconde en 0,8 lichtseconde. Ik heb alleen maar bij het eerste streepje de schaal gezet en niet langs de hele as, want anders kun je het diagram niet meer lezen. Maar deze schaal kun je gebruiken om de coördinaten te bepalen om de positie af te lezen. Teken een lijn door A parallel aan de t-accentas. En het snijpunt met de x-accentas is nu de positie. Om de tijd af te lezen teken je een lijn door A parallel aan de x-accentas. Dat is deze lijn. En het snijpend met de t-accentas is nu de tijd. En nu kun je aflezen dat de positie in het groene stelsel gelijk is aan 1,25 lichtseconden en de tijd gelijk is aan 3,25 seconden. In de vorige voorbeeldopgave hebben we coördinaten van het witte stelsel vertaald naar coördinaten in het groene stelsel. Daar horen formules bij en die heten Lorentz-transformaties. Het is goed nog even naar de transformaties te kijken met de oude Galilee-transformatie uit paragraaf 1. Nou, wat ging hier mis? Als je deze transformaties gebruikt, dan is de lichtsnelheid niet constant. Er bestaat eh, bovendien geen universele tijd en lengtes eh, zijn niet gelijk in verschillende referentiestelsels. De Lorentz-transformaties repareren dit. Voor de positie moet je nu deze formule gebruiken, die lijkt op die van uh, de Galilee-transformatie, maar dan vermenigvuldig je de boel met gamma. En voor de tijd gebruik je deze formule. Nou, merk op dat de snelheid, uh, als die veel kleiner is dan de lichtsnelheid, dan krijg je weer de Galilee-transformatie terug, want gamma is dan gelijk aan ongeveer 1 en v gedeeld door c kwadraat wordt 0. En verder kun je zien dat tijd en ruimte mengen. Dus in het bewegende stelsel is de nieuwe positie een beetje plaats en een beetje tijd. En de nieuwe tijd is een beetje tijd en een beetje plaats. Nou, nog een handigheidje. Als je de tijd nu in seconden meet, de positie in lichtseconden en de snelheid in eenheden c, dan worden de transformaties ineens een stuk eenvoudiger. Dit is voor, uh, geldt voor de positie en dit geldt voor de tijd. En ze lijken nu ook meer op elkaar. Oké, okay, voorbeeldopgave. 3 uh, gaat over het berekenen van coördinaten. In deze voorbeeld, or, voorbeeldopgave doe ik voor hoe je de Lorentz-transformaties kunt gebruiken. Bereken met behulp van de Lorentz-transformatie uh, de ruimtetijdcoördinaten van A volgens het groene stelsel. Je moet eerst aflezen wat de coördinaten zijn in het witte stelsel. Dat heb ik eerder al gedaan. Dat is 4 lichtseconden en 5 seconden voor plaats en tijd. Nou, de snelheid is 3 vijfde dus c, dus gamma is 1,25. De Lorentz-transformatie voor de positie is deze formule. En dan vul je in 1,25, dat is gamma, keer haakje openen, 4 lichtseconden, min 3/5, dat is de lichtsnelheid in eenheden C, keer 5 seconden. En dan vind je 1,25 lichtseconden. Voor tijd is dit de Lorentz-transformatie als we deze eenheden gebruiken. Als je dan alles weer invult, dan vind je 3,25. En dit komt heel mooi overeen met de resultaten van voorbeeldopgave 2. We hebben het in de vorige video gehad over lengtekrimp. Lengtekrimp moet natuurlijk ook uit dit ruimtetijddiagram volgen. Een lange lineaal ligt langs de x-as. Op t is t-accent is 0, bevindt de achterkant zich op xa noem ik dat, is gelijk aan x a accent is 0. Dus de positie en de tijd zijn uh, van die achterkant die beginnen op hetzelfde moment. Uh, op dezelfde plek. Maar voor de voorkant kunnen we dat niet zeggen. De voorkant die ligt op xv is 4 lichtseconden, gemeten dus vanuit het witte stelsel. Nou, teken nu de wereldlijnen voor de voor- en de achterkant. En, vraag 2, gebruik het ruimtetijddiagram om de lengte in het groene stelsel te bepalen. Dit is de wereldlijn van de achterkant en dit is de wereldlijn van de voorkant. Nou, bedenk dat je de lengte van de voorwerp meet door op hetzelfde moment... De positie van deze uiteinden te bepalen en het verschil te berekenen. Als je naar het diagram kijkt, dan zijn deze twee gebeurtenissen gelijktijdig voor het witte stelsel. Dus dat is x is 4 min x is 0. We vinden dus een lengte van 4 lichtseconden. Maar deze gebeurtenissen zijn gelijktijdig voor het groene stelsel. Dat betekent dus dat de, de, de waarnemer in het groene stelsel. Andere posities meet omdat hij op een ander moment uh, dit als gelijktijdig ziet. Je vindt dus weer dat de lengte accent, dus de lengte in het bewegende stelsel gelijk is aan 4 gedeeld door 1,25 is 3,2 lichtseconden. En dat is precies wat we eerder hebben gevonden. Tot slot nog de tweelingparadox. Dit is een heel beroemd raadsel uit de relativiteitstheorie. Ik heb weer een ruimtetijddiagram getekend, maar ik heb het raster weggelaten om het eenvoudiger te maken. We gaan straks kijken naar een waarnemer die met 3 vijfde van de lichtsnelheid beweegt. In paragraaf 3 hebben we gekeken naar een astronaut die naar Proxima Centauri reist op een afstand van 4,2 lichtjaar met een snelheid van 3 vijfde van de lichtsnelheid. De gamma is dan 1,25 en de reistijd was 7 jaar. Nou, die astronaut doet er 14 jaar uh, over om terug te komen, maar die is dan vanwege tijdrek uh, slechts 11,2 jaar ouder geworden. Nu is er een probleem, want vanwege het relativiteitsprincipe kan de astronaut zeggen dat de aarde bewoog en dat aardbewoners dus 11,2 gedeeld door 1,25 is 8,96 jaar ouder zijn geworden. Dit heet de tweelingparadox. Er is hier geen tweeling te zien, maar het heet de tweelingparadox omdat je ook kunt voorstellen dat je één helft van een tweeling op een reis laat gaan en de andere thuis laat. En bij terugkomst komen ze dus uit op een verschillende leeftijd. Dat de een ouder is dan de ander is niet erg, maar het is natuurlijk wel erg dat ze het niet eens zijn over wie ouder is geworden en wie jonger is gebleven. Nou, om dit uit te leggen gebruik ik het ruimtetijddiagram. Ik teken eerst het assenstelsel voor de astronaut op de heenreis. Je herkent hierin de wereldlijn, en dat is dus de t accentas als van de astronaut. Na een bepaalde tijd komt hij aan op. Proxima Centauri. Dat is deze ster als gebeurtenis hier. Maar nu komt het. De astronaut reist met dezelfde snelheid terug. Dus dit is de wereldlijn voor de astronaut op de terugweg. Maar dat betekent dat hij ook een andere x-accentas heeft voor de terugweg. Als het goed is zie je dat nog steeds die diagonaal, die rode gestippelde lijn, de bisectrice is van de t-accentas op de terugreis en de x-accentas op de terugreis. Volgens de aardbewoners keert de astronaut om op het moment dat het lijnstuk op de T-as in tweeën wordt gedeeld. Dat heb ik eerder uitgelegd aan het begin van deze video. Dus precies op de helft. Maar vanuit de astronaut gezien keert hij op een ander moment om. Het tijdstip op aarde, dat volgens de astronaut gelijktijdig is met zijn omkeren, vind je als volgt: teken een lijn door de gebeurtenis van aankomst, parallel aan de X-accentas, op de heenreis. Het snijpunt. Met de T-as is het moment van omkeren gezien vanuit de astronaut. Dat noem ik T voor. Nu keert de astronaut ogenblikkelijk om. In werkelijkheid kan dat niet, want dan zou de versnelling oneindig groot zijn en de astronaut eindigt als een plat, plakkerig hoopje aan één kant van zijn ruimteschip. Maar goed, dit is een gedachte-experiment en dan kunnen we ons dit prima voorstellen zonder ons daar druk om te maken. Welk moment is nu gelijktijdig met het moment van omkeren? Dus we hebben het over dat korte moment nadat hij is omgekeerd. De methode is gelijk, maar nu moet je een ander assenstelsel gebruiken. Teken nu een lijn parallel aan de x-accent as na omkeren, dus op de terugweg. Dat is deze lijn. Het snijpunt met de T-as noem ik nu T na. Dat is het moment op aarde vanuit de astronaut gezien dat gelijktijdig is met het moment kort na omkeren. Dus tijdens dat omkeren is vanuit de astronaut gezien op Aarde deze tijd verstreken. Die is door de aardbewoners ingehaald in een ogenblik. Dus bij terugkomst op Aarde is er wel degelijk 14 jaar voorbij gaan op Aarde en voor de astronaut inderdaad 11,2 jaar. Die 8,96 jaar komt overeen met de twee kleine lijnstukjes op de tijdas euh, zonder rekening te houden met de ingehaalde tijd van de aardbewoners. Nou, hoe kan dat nou? We hebben het relativiteitsbeginsel toegepast. Er is geen universele snelheid, dus je kunt dezelfde gebeurtenis vanuit twee stelsels beschrijven. Je weet niet wie beweegt en stilstaat. Maar deze twee stelsels zijn niet equivalent. Die zijn niet gelijkwaardig. De aarde is al die tijd niet versneld. Maar de astronaut versnelde bij Proxima Centauri. Hij moest eerst afremmen, omkeren en weer versnellen. Dus de astronaut merkte dat hij omkeert, de aarde niet. En we mogen het Relativiteitsbeginsel dus alleen maar toepassen op de heenreis en op de terugreis, maar niet op het moment van omkeren. En daar hebben we in dit diagram wel rekening mee gehouden. Goed, tijd voor een samenvatting. Um, in zo'n relativistisch ruimte-tijddiagram is de T-accentas de wereldlijn, net als in paragraaf 1, maar met een andere schaalverdeling. En de X-accentas is nu gedraaid en heeft een andere schaalverdeling. En de wereldlijn van een lichtpuls deelt de hoek tussen de x-accentas en de t-accentas in gelijke delen. Dat is die bisectrice. Nou, om nu een coördinaat uh, op de t-accentas te bepalen van een gebeurtenis, uh, bepaal je het snijpunt met de t-accentas van de lijn door die gebeurtenis parallel met de x-as. En omgekeerd, om de x-coördinaat van een gebeurtenis te bepalen, teken je uh, een lijn door die gebeurtenis. Parallel aan de t-accentas en dan lees je het snijpend met de x-accentas af. Als dit te snel ging, ga nog even terug in de video om te kijken hoe ik dat heb gedaan. Nou, met die Lorentz-transformaties kun je de x-accent en t-accent-coördinaten ook berekenen. Dit zijn de Lorentz-transformaties en het was makkelijk om bijvoorbeeld de positie in lichtsecondes, de tijd in secondes en de snelheid in eenheden c te gebruiken. Dat rekent makkelijker. Je mag ook de tijd in jaar uitdrukken, maar dan moet je de positie of de plaats in licht jaar uitdrukken. En dan gaat het ook goed. De volgende video, de laatste, gaat over een aantal andere gevolgen van Einsteins relativiteitstheorie. En we kijken ook naar de theorie van Maxwell, waar het allemaal mee begon.